Want jij hebt altijd rechtstreeks met ons best gewerkt, hè, samen ja. Met je maat, maar ja. Jessica Klaas is voor ons best. Moet ze een keer zien toekomen aan die putten. Nou, is het dan maar al. Dat is nog maar een half, twee, drie, dat ze dat gedoe met alles afdekken, hè. Mm-hmm. Maar vroeger, kapaf en de lachdagen, nou dekken ze het af. Alle dagen kappen ze het uit. Maar ja, de normen, daar loopt veel de wensen over, ze. Mm-hmm. Want er stonden machinerieën en alles voor de asbest af te dekken. De natte sporten. Nou, de broeken zit. Kapaf en... Die werken er rond, hè. Want verschijnen altijd, hè. Dat ik het minst dat ik gekend heb, dat niet gewerkt heb, op SGK, hè. Dat er van gewoon zijn. Ah, mijn opa. Allemaal er rond. Dat je in die putten staat, hè. Dat heb je nog niet gedaan. Die putten is gekropen. Nee. Nog niet. Je moet even kijken, dat zomer is, hè. Weeswerk na niet, maar echt zon schijnt, hè. En dat ze een camion afkappen. Moet die schoon even zien. Om moeten werken. Maar ze dekken het af, maar te laat dan of ja. Een beetje gebrekkig. Dat ze de kanon afkappen, dan moeten ze, zijn ze verplicht om er een keer water op te spuiten. Maar die snelheid dat je kanon afkapt, dat is een land zijn, dat is echt een stofvolk elke keer de stad in. Dat is ongelooflijk. Tussen die put en die woonwijk, dat is. Ja, 100 meter nog niet. Nog niet. Is dat een muur? Nee, dat is een draad. Nee, dat is een boom dat er ligt. Een baantje en een draad. Waarschijnlijk. En die putten zelf lukt iedere persoon. Ja, dat is de ene die er werkt. Iedere dat de kroonman, hè? Ja. De pad. En die je pakt van de camion en die een. Nee, nee, dat zijn balu's dat ze mogen. Hè. Die eerste camion kapt af, hè? Een camion of 4-5 en die maken een talu van een meter of 2 hoog. Mm-hmm. En dan schuiven die zo snel ze motor op. Hè. En daarna dus die rijden op de asbest eigenlijk. Ja. En dan kappen die terug af. Ik heb af met zo'n pelletje grond. Hè. Ja. En dan de bovenste laag, want die putten zijn gemakkelijk 15, 20 meter diep. Hè. En ze liggen altijd maar een meter of 3. Heel plein vol en dan beginnen ze dubbel proef. Heel plein vol en dat is in 3 fases geloof ik. En in de rest, de kappen ze zoveel grond op. Ja. Maar dan is het kwaad vaak al geschieten. Als het een warme dag is en er zitten windjes. Zeg, je moet niet, ik zeg het, je moet niet keer om. Dat het zo al warmer weer is, hè. Dat de zon schijnt. En dat ze in de kap, zit dat in de straat, hè? Je hebt daar plots genoeg. Je moet in een keer gaan wandelen, je zult er wel hier of daar een deur gaan vinden. En die wat verder is een boer, dat kan er zo ook alle kanten op. En dan moet je een keer zien dat ze een camion afkappen, hè. Dat is meer in die wijk dan wat anders. Dat er wind is, hè. Hoppa, al die kinderen dat er spelen 60 meter verder, ja. Ja, ze komen van alle kanten. Want vroeger hadden dingen, hadden in de wit. Ja. Die hebben er ook altijd terug te komen kappen. Dat is. Ja. Altijd schijnt. En dat is over 2 jaar gestopt, omdat er nog een zwarte product in zat. Erger dan asbest nog. En dan hebben ze dat werk onderzocht en dan hebben ze gezegd, man, het ding is, daar in altijd wit van die witte kanons. Kanon op de kanon de remorque. De koning. Ja. Die erin doorheen. Alle dagen 5-6 kanons. Kanon remorque. Asbest. Ja, nog grotere sleuren. Ja, maar dat, we kennen het natuurlijk ook, weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat worden nog grotere sleuren.